liedje, dat heet De Tuinen van Twickel. Vanwege onze gemeenschappelijke avonturen. Dank. Alsjeblieft. En daardoor kun je mij ook eigenlijk een muzikale archeoloog noemen die naar de wortels van jazz gaat. En daardoor is hij afgereisd naar Portugal en hij is naar Cuba geweest. Maar ik heb de eer en het genoegen gehad om hem te vergezellen naar Argentinië om naar de tango te gaan. En al deze snaren verweeft hij in zijn muziek en zijn composities. En vandaar ben ik zeer vereerd om deze cd te mogen ontvangen. Dankjewel, Max. En ik vind het ook heel leuk dat jij vandaag hier met de band bent. En je krijgt van mij daarom een cd. Voor de gezelligheid en het publiek vermaken. En die Dixieland hebben we 20 jaar geleden zijn we die gaan leren. En die kunnen we nu heel goed. Dus dat is het makkelijkste. Dus we spelen ook wel andere nummers. Reggae of calypso's of meer snellere jazz. Maar dat doen we niet zo voor zo'n middag. Dan vinden we het altijd leuker om het eenvoudigere spul uit de kast te trekken. Doet u nog wat anders behalve kasteeldeer zijn? Ja, nogal. Ja, ik woon er wel, maar ik werk er niet. En we krijgen ook geen geld om er te wonen. Dus ik moet gewoon als iedereen mijn brood verdienen. Dat doe ik als architect. Ik ben architect. Dus ik ben 5 dagen in de week heb ik een kantoortje bij Goor. In een oude boerderij. En probeer ik Twente mooier te maken.